Mijn naam is Erik Lindner. Ik ben, ik denk in de eerste plaats, dichter. Ik heb ook een roman gepubliceerd. Daarnaast ben ik redacteur van twee literaire tijdschriften. Ik ben criticus en docent, dat is het zo'n beetje. En ik ben als adviseur betrokken bij de Jan van Eyck Academie. Om het nog moeilijker te maken. Ik ben ooit gedebuteerd officieel met een bundel bij Perdue in 1996. Maar vanaf mijn tweede bundel publiceerde ik bij De Bezig Bij. Daar verscheen ook in 2013, twee jaar geleden, verscheen Naar Whitebridge, mijn eerste roman. Ik ben vroeg begonnen al op mijn 16e, in 1984, met voorlezen. En heb er dus lang over gedaan voordat ik zelf een bundel had en in het literaire circuit terecht kwam. Ik heb er vrij lang, ben er vrij lang buiten gebleven als jonge dichter. Nou, ik denk dat ik toen ik het huis ging, toen ging ik meer met mijn gedichten doen, vrij vroeg. En, ik kwam iemand tegen die vroeg of ik voorlas en ik werkte toen met muzikanten. En in de jaren 80, in de performance poëzie tijd, was het niet zo logisch voor mij om bij een tijdschrift in te sturen ofzo. Dat was niet de weg. En het was logisch om wat vaker op te treden. En het werk wat ik schreef was wel qua inzet serieus. Het was niet wat je vaak met performance poëzie hebt. Het was niet communicatief, het was niet grappig. Het was wel ernstig. Ik ben wel blij dat ik het nooit gepubliceerd heb officieel. Dat ik het niet meer terug hoef te zien wat ik in die tijd schreef. En daardoor heb ik ook vrij lang over Tramontane, mijn debuutbundel, gedaan. Dat is echt zijn gedichten van, ik denk wel zeker mijn 16e tot mijn 28e. Daar een beetje de beste gedichten van. Dus toen ik uiteindelijk aankwam, toen had ik ook wel iets om te presenteren voor mijn gevoel. Ik zeg altijd, ik ben autodidact, dat klinkt wat chic, maar ik ben gewoon vroeg van school gegaan. Ik had wel op de Haagse Montessori Lyceum een leraar Nederlands bij wie ik niet in de klas zat. Daarvoor, ik gaf alleen les aan de bovenbouw, die heb ik niet gehad. Maar hij gaf toneel aan een kleine club scholieren. En dat was 's avonds repeteren, het was heel intensief. En dat was Ton van Drunen, oftewel de dichter en schrijver Thomas Lieske. En daar heb ik wel veel van geleerd. Ik heb later een, het is meer dat ik een papiertje moest halen hoor, maar ik heb de basiscursus uitgeverij van de vakopleiding boekenbranche gedaan. Van de Vereniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels. En dat was een schriftelijke cursus. Dan krijg je in het Centraal Boekhuis kreeg je je diploma. Dus soms zit ik een beetje, dat moeten uitgevers geloof ik, of redacteuren. Die hebben dat niet allemaal. Soms zit ik een beetje aan de andere kant van de tafel te kijken voordat ik dat papiertje heb. En ik heb verder niet, toen ik van school ging, wel wat langer geprobeerd Nederlands te doen. Wel blijven lezen. Ben altijd internationaal gericht geweest. Ook gewoon door toeval, doordat ik via vrij vroeg in Budapest terecht kwam. In 88. En gericht geweest op niet-Nederlandse poëzie. Door wat ik tegenkwam, door mensen die je tegenkomt. Door mensen die enthousiast zijn over wat ze lezen en dat soort dingen. Toen ik debuteerde, dat was bij Perdue. Het was een vrij goede tijd dat die uitgeverij veel deed. Nou ja, dan zit je meer tussen toch de studenten Nederlands. Dus ik had een zekere, ik wil niet zeggen onzekerheid, maar wel een andere ontwikkeling gehad dan mensen die in Amsterdam zijn gaan studeren. En dat was in zekere zin de kat uit de boom kijken, een beetje winnen. Tegelijkertijd merkte ik dat mijn poëzie goed viel. Ik was toen wel natuurlijk een nieuwe stem. En de generatie Perdue was toen gericht op ook af en toe wat bekendere mensen, dus er moest ook een beetje er tussen komen. En, ik bleef in Den Haag wonen toen nog en ik was in Amsterdam, hoefde ik alleen maar dichter te zijn. Dan kwam ik op vrijdagavond even kijken als er een programma was. En ik had mijn baantje, chauffeursbaantje in Rotterdam in mijn huis in Den Haag. Het heeft een tijd geduurd voordat ik hier in Amsterdam ging wonen en onderdeel werd van, door nu redacteur te zijn van tijdschriften, mijn onderdeel ging voelen. Ik zou maar zeggen, in mijn totaliteit van die literaire wereld. Ik heb er gewoon vrij lang, en dat was ook wel goed, vrij lang buiten gestaan. Den Haag werkte een beetje als laboratorium. We hadden daar ook een klein uitgeverijtje op een gegeven moment. En we organiseerden van alles met en beeldende kunst en muziek. En het was niet zo puur literatuur gericht. Het was een beetje zelfbeheertijd.
En ja, altijd wel blijven schrijven, soms vaker, soms minder. Dus het is ook een tijd dat je je ontwikkelt buiten die puur literaire scene. Het is wel anders. Het is voor mij anders geweest om te debuteren. Je leert toch het meeste hoe het is om, je poëzie naar buiten zichtbaar gepubliceerd te krijgen. Daarvan leer je het zelf het meest als dichter. Meestal zijn tweede bundels ook, dat is altijd een punt, dat ze heel, of ze heel anders zijn dan het eerste. En dat is voor mij zeker gebeurd. Ik bedoel, ik had mijn beste gedichten in 96 aan Perdue gegeven. Ik moest een nieuwe bundel maken. Ik moest ook een nieuwe uitgever vinden, want het is niet de bedoeling dat je... Het is gewoon een soort debutantenreeks waar ik in zat. Ik had wel meteen interesse van de bezige bij. Dat gaf een zekere druk. Want ja, je bent dan niet meer naïef van, nou, ik schrijf weer eens gedichten. Het stond in zekere zin onder druk. Ik heb toen een halve bundel gemaakt, een gesprek gehad bij de bij. En toen ben ik naar Parijs gegaan. Dat is ook een rare stap. En daar heb ik 2 jaar gewoond. Op een gegeven moment gewerkt op het Nederlands Instituut, Instituut Néerlandais. En uitwisselingen tussen Franse en Nederlandse dichters georganiseerd. Of freelance hoor, niet als baan. Met de, onder de directeur die nu mijn uitgever is, Henk Prupper van de bezige bij. En dat was leerzaam. Dat is ook verwarrend, omdat Franse dichters, de hedendaagse Franse dichters, dat lijkt voor geen meter op Nederlandse poëzie. Het is een heel ander soort idee wat goede poëzie is. En dat heb je vaker, omdat ik op mijn 20ste al in Boedapest zat en ook een keer als Hagenaar ben uitgezonden naar Taipei, heb ik altijd, is dat idee van wat wij verstaan van, nou, dit vinden wij een goed gedicht, dat is altijd een beetje cultureel bepaald. Heel veel dingen waarvan je denkt van, ja, maar dat is toch poëzie? Nee, dat vinden ze niet ook poëzie in Latijns-Amerika, bij wijze van spreken. Dit is mijn stokpaardje. Ik ben op het moment bezig daar mijn eerste essayboek over aan het maken. Dus een soort reisboek wat laat zien met anekdotes en voorbeelden dat heel veel dingen en zeker het circuit rond de dichters per land echt kan verschillen. Ook al in Duitsland en Nederland. Dat de receptie van poëzie misschien zelfs, nu ga ik ver, maar wat je een gedicht noemt, dat het toch een beetje cultureel bepaald is.